Ik ben Rowena Koster, ik ben werkzaam bij Manege Oostmoer. En we hebben een manegebedrijf. We geven vooral heel veel paardrijlessen, maar we hebben ook heel veel evenementen en een grote horecagelegenheid. En vandaag mogen we Kijk bij de Boer organiseren. Er is vandaag heel veel te doen. Sowieso hebben we de reguliere lessen die we door laten gaan. Dus je kan een kijkje nemen bij de lessen. Zo hebben we ook wat demonstraties, zoals springen, dressuur. Een kijkje dat je op het midden stuurt. En als ze voor het midden zit, dan draaf je er naartoe. En we hebben ook andere activiteiten. En dat is vooral in deze rijbaan, de derde binnenrijhal. Waarom bent u hier naar deze manege gekomen met Kijk bij de Boer? Omdat mijn dochters gek op paarden zijn en ze waren heel benieuwd hoe dat manege Oostmoer eruit ziet. En het is een fantastische dag daarvoor om een rondleiding te krijgen en te kijken hoe alles werkt en gaat. Wat is uw eerste indruk van de manege? Het is mooi ruim opgezet. Je ziet een hele, het is goed onderhouden. Alles ziet er netjes uit. Uw dochter heeft met paard gereden en hoe vond ze het, denkt u? Vond je het leuk op paardje? Ja, vond je het leuk? Ja, ik denk het wel. Zijn jullie al wel eens eerder hier op de manege geweest? Ja. Ja. We hebben hier lessen allebei. En Charlotte die gaat vaak naar ponykamp.